In deze film gaan we deze foto omzetten naar mooie warme herfstkleuren. En om die foto om te zetten naar mooie warme herfstkleuren ga ik gebruik maken van aanpassingslagen. En waarom doe ik dat? Nou, dat betekent dat ik namelijk later altijd nog iets aan kan passen of terug kan naar het origineel. En je vindt de aanpassingslagen hieronder bij dit zwart-witte bolletje. Als je daarop klikt, dan komen er een aantal filters tevoorschijn. En het eerste filter wat we toe gaan passen is de kanaalmixer. En je ziet hierboven dat dan de opties voor de kanaalmixer bij komen te staan. En dat er bij mijn laag een ja, laag boven komt eigenlijk. Dat filter komt er dus los bovenop te liggen over het kanaalfilter. Het kanaalfilter bepaalt eigenlijk per kleurkanaal hoeveel procent er van die kleur in zit. Ik heb drie uitvoerkanalen, dat zijn rood, groen en blauw. En als ik bij de rode kijk, dan zie je dat daar 100% rode kleur in zit en 0% van de groene en ook 0% van de blauwe kleur. En klik ik bijvoorbeeld op blauw, dan zie je dat er 100% in blauw zit en 0% in de rest. Het kanaal waarmee we aan de slag gaan, dat is natuurlijk rood, want we willen Rode warme tinten toevoegen. En dat doen we dus voornamelijk in de rode kanalen. En dat doe je heel contrasterend door er gewoon groen bij te schuiven. En groen tot 200%. En je foto wordt daarmee eigenlijk ja, knal-oranje-paars. En dat komt omdat rood 100% aanwezig is. En het groen is met 200 geboost. En dat is eigenlijk veel te veel uh, voor een uitvoerkanaal als rood. Nou, wat je dan doet, is je haalt gewoon het rode kanaal terug. Dat haal je terug tot ongeveer min 20. Sterker nog, je kunt het hier ook gewoon intypen. En je ziet, het valt dan al een stuk mee. Echter is dit natuurlijk nog niet zo fraai. Er zit nog steeds veel te veel kleur in. En om dat nog een stuk te compenseren, ga ik er blauw uithalen tot min 100. En je ziet, ik kom dan op dit uit. Wat ook wel een aardige omzetting is naar gele en blauwe tinten. Natuurlijk ben ik er nog lang niet. Maar voordat ik een volgend filter toe ga passen, ga ik eerst deze laag veranderen. Nu ligt deze kanaalmixer er eigenlijk gewoon zomaar bovenop. Maar ik kan de modus ook veranderen waarop de kanaalmixer naar de onderliggende laag kijkt en daar een klein beetje rekening mee houdt. Nu staat deze standaard op normaal en ik wil deze eigenlijk gaan veranderen naar lichter. En wat er dan gebeurt, hij houdt een klein beetje rekening met de hele lichte pixels. Die maakt hij dan in dit geval minder cyaankleurig. Als ik het effect even ongedaan maak, dan zie je bijvoorbeeld hier in de lucht dat hier het witte stukje lucht mis. En als ik het weer herhaal, dan zie je dat dat stukje wit eigenlijk net een beetje terugkomt. En ook hier aan de rechterkant boven de oever, daar zie je dat het effect heeft. Mijn paarse bloemen zijn anders blauw. En als ik de dekking verander naar lichter, dan zijn ze gewoon mooi paars. Ben ik toe aan de tweede aanpassingslaag? Dus ik klik hieronder weer op het bolletje en ik klik in dit geval op selectieve kleur. Ik krijg een nieuw filter en ook hier heb ik weer de keuze uit allerlei tinten. Maar ik blijf ook in dit geval bij de rode tinten. En ik wil in de rode tinten het rood meer boosten. En dat doe ik door het cyaan eruit te halen. Cyaan en rood zijn tegenovergestelde van elkaar in Photoshop. Magenta en groen zijn ook tegenovergesteld van elkaar. En geel heeft als opponent blauw. Dus als ik er meer rood bij wil hebben, ga ik er simpel gezegd cyaan uithalen. Dus het cyaan zet ik zomaar richting de min 40. En als dwang naar rood maak ik daar 40 van in plaats van 41. Als ik dit bijvoorbeeld uitzet, dan zie je dat dat gewoon al een kleine boost heeft en dat mijn kleuren veel warmer worden. En tot slot de laatste stap voor mijn warme herfstkleuren: weer een nieuwe aanpassingslaag, maar dan met kleurtoon en verzadiging. En ook hier heb ik de keuze uit allerlei soorten. Tinten, door op origineel te klikken kun je kiezen voor de gele tinten. En deze gele tinten wil ik wat warmer maken, wat meer oranje, bruin, roodachtig. En dat zit hier aan de linkerkant. Dus ik ga gewoon de kleurtoon een heel klein beetje verschuiven. Naar min 5, dat is eigenlijk al voldoende. Als ik het effect bijvoorbeeld uitzet of aan, dan zie je dat dat gewoon netjes zijn effect heeft. En zo eenvoudig is het eigenlijk om deze kleur om te zetten van uh, het originele groen, dat was dus dit. Dit is gewoon lekker zomer's naar herfstachtig. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.